寺这种事件，我一直是觉得非常的不可理解。我认为当时中国政府的这种决定、这种做法是非常的错误。他到现在的政府应该为当时负责。Het is half mei 1989. Al een maand lang kamperen duizenden studenten op het plein van de Hemelse Vrede in het centrum van Peking. Aanvankelijk is het een herdenkingsbijeenkomst voor de overleden Hu Yaobang, die omschreven wordt als de meest hervormingsgezinde politicus van het moderne China. 2 jaar eerder is hij uit zijn functie van partijsecretaris gezet wegens te progressief. Ik ben 整个学术界、知识界、社会上这些，大家对他，所以要对他进行悼念。但在这问题上，当时的中央的这个政府，中央政府包括北京政府，对我们这种要求他的，比如说是参加他的追悼会啊，要求等等这种，刚开始一直采取了一些比较压制，比较不太理性、不太那么一种。合作的这么一种对话的态度。De toen 22-jarige Jun Fang sluit zich aan bij de herdenkingsgroep, die uitgroeit tot een beweging voor meer democratie en minder corruptie. De studenten eisen ook persvrijheid en het aftreden van de gehate premier Li Peng. Ook in andere steden in China wordt betoogd. Honderdduizenden arbeiders en bedienden leggen het werk neer en voegen zich bij de studenten. 3000 jongeren gaan in hongerstaking om te tonen dat ze het menen. 各种社会矛盾的一个积累，然后在这种契机下得到了一定的爆发。当然，学生作为一个有热情的、一个思想活跃的，当然也比较单纯，这么一个群体，他们表现出对社会的责任感。Partijleider Zhao Ziyang met rechts naast hem Wen Jiabao, toen nog piepjong, maar vandaag de premier van China, komt de studenten smeken om de actie te staken. Een verzoenende houding die hem nog zuur zal opbreken, want hij wordt enkele weken later de laan uitgestuurd. Tot zijn dood in 2005 staat hij onder huisarrest. Het is geen toeval dat de hele actie samenvalt met het bezoek van Sovjet-leider Gorbachev aan China, die in eigen land net zijn glasnost gelanceerd heeft. Met de oprichting van een eigen vrijheidsbeeld bereikt de beweging op het plein van de Hemelse Vrede een hoogtepunt. Maar het plein loopt stilaan leeg, de aandacht van de wereld verslapt, de harde kern blijft achter. De eerste tanks rollen over het plein. Een heuse volkswoede keert zich tegen de militairen. Die zijn overdonderd en druipen af. Maar er worden zwaarder gewapende eenheden naar het plein gestuurd, die het tegen elke prijs moeten schoonvegen. Voor Jun Fang is de nacht van 3 op 4 juni 1989 een nacht die zijn leven voorgoed zal veranderen. Als je van achter, als je ze, ik denk dat hij kan zien. Voor de is onze vredig lopende studenten. 那么他为什么会从背后有突然的高速的冲向我们这些人群？我事后知道，有很多人被压死，也有很多人被受伤。我醒来之后才发现我的被坦克压去了两腿。Hoeveel doden en gewonden er die nacht gevallen zijn, is 20 jaar na datum nog steeds onduidelijk. De jaren nadien heerst in China een ware terreur tegen de studenten die betrokken zijn in het protest. Een deel ervan zit nu nog steeds in een Chinese gevangenis weg te kwijnen, een ander deel slaagt erin het land te ontvluchten. Voor Jun Fang was zijn nieuwe toestand een vloek en een zegen.
Hij zwoer alles af en plooide zich terug op een carrière als rolstoelatleet. Dit gesprek is de eerste keer dat hij over zijn verleden naar buiten komt.因为我们在国内没有这个话语的渠道，没有媒体来了解这种真相，来报道这些事实，能让大家了解。那么海外的媒体愿意做这种工作，尽管他对国力的观众可能对国力的人影响会很小，但是我想他毕竟他是能让一部分人，不管是国内和国外的人会记住六四，能够了解当时的真相，所以我很不希望大家去淡忘他。 Een dag na dit interview is Zhengfang naar de Verenigde Staten vertrokken. Hij heeft er meteen politiek asiel aan gevraagd, waardoor hij nooit meer zal kunnen terugkeren naar China, zolang de communisten er aan de macht zijn tenminste.